Deze video gaat over de oppervlakte onder een grafiek. In deze video ga ik je laten zien hoe je de oppervlakte onder een grafiek kunt berekenen en ik ga je dat laten zien met behulp van een voorbeeld. Het voorbeeld heb ik hier al even opgeschreven. Gegeven is functie fx en fx is 10x min x kwadraat. Het vlakdeel v wordt ingesloten door de grafiek van f, de x-as en twee lijnen, namelijk de lijnen x is 1 en x is 8. De opdracht is... Bereken exact de oppervlakte van dat vlakdeel V. Nou, het eerste wat je gaat doen bij zo'n vraag is altijd even een schets maken van de situatie. Want we moeten natuurlijk zien hoe ziet dat vlakdeel V eruit. Dus we zetten daarvoor even f(x) in onze grafische rekenmachine en daar komt een bergparabool uit. Die loopt zo. En dan staat er het vlakdeel V wordt ingesloten door de grafiek van f, de x-as en twee lijnen, namelijk de lijn x is 1 en de lijn x is 8. En die twee lijnen gaan we er ook even inzetten. x is 1 en x is 8, dat zijn verticale lijnen. Eentje op hoogte 1 en eentje bij 8. Zo. En dus tussen de grafiek van f, die twee lijnen en de x-as, bevindt zich het vlakdeel v. En dat vlakdeel v, dat is dus het vlak wat je hier ziet. Zo, ik zal het even arceren. Dit is het vlakdeel v en van dat vlakdeel moeten we de oppervlakte exact berekenen. Voor het berekenen van de oppervlakte geldt een formule en die formule ga ik even opschrijven. Allereerst de oppervlakte van v noteren we o en dan tussen haakjes v op deze manier. En daarna schrijf je dit op, is gelijk aan en dan komt dit teken, wat je hier ziet. En dit teken noemen we het integraal teken. Onder de integraal zet ik nu de kleine letter a. En boven de integraal zet ik de kleine letter b. En die a en die b, die stellen de twee grenzen voor van mijn gebied. Kijk, dat gebied hier, v, dat zit tussen x is 1 en x is 8 in. En 1 noem ik dan de linkergrens van het gebied, en 8 noem ik de rechtergrens. De linkergrens, dat is de a, en de rechtergrens is de b. Dus als we zo meteen deze formule gaan invullen, dan wordt de a dus 1, en de b wordt 8. Hou daarna. Komt de functie. En daarna moet je ook nog even altijd opschrijven dx. Want dx wil zeggen dat we de integraal nemen van x. Als we hier niet de letter x hebben staan, hier staat bijvoorbeeld de letter t. Dan schrijf je hier dus dt op. Staat hier de letter m, doe je dm, etc. Dit is de formule voor het berekenen van de oppervlakte onder een grafiek. Die gaan we invullen, want we moeten hier dus de oppervlakte van v berekenen. Dus we krijgen hier zo de oppervlakte van v is, en dan doen we dus integraal tekenen. En de a is 1 en de b is 8. Dat zijn mijn twee grenzen, dus je krijgt 1 en 8. Zo. En dan noteren we fx, en fx is de functie. Let op, die moet even helemaal tussen haakjes. En tenslotte schrijven we dx op. Als je normaal zo'n som uitwerkt, hoef je natuurlijk niet per se als eerste de formule voor het berekenen van de oppervlakte op te schrijven. Ik doe dat alleen voor de video, zodat het duidelijk is hoe die formule eruit ziet. Maar als je dit zelf gaat uitwerken, mag je van mij wel meteen op deze manier beginnen. Oké, okay. de volgende stap van de uitwerking is dat we een vierkante haak maken. Zo, en binnen die twee vierkante haken, er komt er hier zometeen nog een aan het einde, daarbinnen gaan we mijn functie primitiveren. Want de primitieve functie is uitgevonden om de oppervlakte onder een grafiek te berekenen. Dus je hebt tot nu toe alleen maar geleerd hoe je moet primitiveren. Maar we gaan nu pas voor het eerst leren waar dat primitiveren eigenlijk voor dient. Je kunt dus met de primitieve de oppervlakte uitrekenen onder een grafiek. Dus we gaan wat hier staat primitiveren. Nou, de macht hiervan wordt 2. 10 gedeeld door 2 is 5. Dus we krijgen hier 5x kwadraat. En dan min 1. De nieuwe macht wordt 3. Min 1 gedeeld door 3 is min 1 derde. x tot de macht 3. Want bij de macht komt er eentje bij. Je ziet dat ik niet opschrijf plus c. Die plus c mag je hier weglaten. De constante, de c, speelt geen enkele rol bij het berekenen van de oppervlakte. Dus die hoef je alleen maar op te schrijven wanneer je losse sommetjes maakt. Dus primitiveer dit of dat, zus en zo. Dan doe je plus c. Maar zodra je bezig bent met het integreren, en zo noem je dit, hè, want dit is het integraalteken, we zijn hier aan het integreren, dan hoef je de c niet meer op te schrijven. Die twee grenzen, die 1 en die 8, die komen hier aan het einde te staan. Dus niet aan het begin, maar aan het einde. Dat is even een belangrijk verschil. En verder die DX hoef je niet meer op te schrijven. Dat is allemaal klaar, want we hebben al geprimitiveerd. Dit is de volgende stap. Dus tussen vierkante haken de primitieve opschrijven. Wat we nu gaan doen is deze twee hier invullen. We gaan eerst de 8 invullen, de rechtergrens. En dan doen we min als we de linkergrens invullen. Dus we krijgen tussen haakjes 5 keer 8 kwadraat min 1 derde. Keer 8 tot de derde. En dan doen we min. En dan nou ga ik 1 invullen. 5 keer 1 kwadraat. Min 1 derde. Keer 1 tot de derde. Op deze manier. Dus ik heb eerst de 8 ingevuld. En dan doe ik min. En daarna vul ik de 1 in. Dus we doen rechts min links. Nou, dit vul ik in mijn rekenmachine in. Dit hele stuk. Want het is berekenen exact. Dus ik moet er wel voor zorgen dat er een breuk uitkomt. Maar ik mag dit wel gewoon met mijn rekenmachine uitrekenen. En dan zul je zien. Dat eruit komt 144 2 derde. Dat wil dus zeggen dat de oppervlakte van dit gebied wat je hier ziet is 144 2 derde. Dus wat hebben we nu gedaan? Hoe bereken je nu de oppervlakte onder een grafiek? Eerst wat je gaat doen is even een schets maken van de situatie. Zorg dat je de twee grenzen weet. Nou, die kregen we hier cadeau, maar soms moet je ze nog even zelf uitrekenen. Dat zul je in een ander voorbeeld een keer te zien. Vervolgens... Moet je de formule weten, die vul je in, dus de grenzen links en rechts, functie opschrijven, dx. Volgende stap is primitiveren. Let op de vierkante haken en de grenzen komen dan achteraan te staan. En vervolgens vul je het in. Rechts, min links. Dus eerst rechts invullen, min en dan links. En vergeet die haakjes niet. En vooral aan deze kant zijn de haakjes belangrijk. Want we doen min. En als ik geen haakjes zet, gaat die min alleen maar bij deze en niet bij die aan de achterkant. Ten slotte, het is breken exact. Dus zorg ervoor dat je in je eindantwoord een geheel getal geeft of een breuk. Afronden is niet toegestaan.